Nee, hier, Baba. Hier. Hier. Hier! Ja, maar je hier! Oké. Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe speciale aflevering. En dit is een hele spannende aflevering. We gaan namelijk iets gaafs doen. We gaan namelijk de opening vertellen van deze games. Alleen ik had die afgesproken op dit stuk plek bij de span. En met bijna de, of volgens mij de hele crew van deze games. En ik moet helaas jullie teleurstellen, want hier is dus helemaal niemand. En, wat is dat? Psst! Wat? Kerkhoofd! Daar staan jullie. Alsof het ingepland was. Hè? Nu lijkt het heel erg alsof het ingepland was. Maar was dit de plek waar we moesten beginnen dan? Nee, we zijn net op tijd. Net op tijd, oké. Gio, wat doe jij hier tussen? Ja, weet niet. Ik denk ik ga gezellig naast Dennis staan. Maar toen komen de rest denk ik hier allemaal. Ja, nou Gio, we gaan samen toch kijken naar deze games. Ja, dat gaan we zeker doen. Oh, kom naast me. Want, okay. want dit is de YouTube, dat kennen jullie al. Maar het gaat natuurlijk over de server, niet om de YouTube. Weg dat bordje. Zo, hoppakee. Ja, weg dat bordje. wie is de... Ben jij... Jullie? Jens en Dennis, jullie zijn de oprichters, hè? Helemaal. Ja. Iedereen heeft geholpen met oprichten. Iedereen heeft geholpen. En oké, dus ik moet je allemaal aankijken. En jullie laten ons vandaag een sneak peek zien, maar ook de officiële opening van deze games. Ja. Ja, klopt. Ik kan het denk ik vermelden wanneer het is, toch? Want het is... Ja, als jullie nou in koor zeggen wanneer jullie open gaan, tegelijkertijd. Ja? 3, 2, 1... 1. Zaterdag om 6 uur, dat was fantastisch! Dat ging helemaal goed. Geweldig. Wordt toch een poging 2 gedaan? Want volgens mij joint iedereen nou elke dag om te kijken of jullie open zijn. Gio, heb jij het gehoord? Ik verstond 15 november en die andere datum die hoorde ik niet. Nee. Zaterdag. Nog een keer, oké. Ik tel af, oké? Jullie al door. Oké, 3, 2, 1. Zaterdag, 15 november. We zijn weer een bekend, wat? Nou, Koen heeft ook wat vuurwerk gemaakt. Hij is de hele middag bezig geweest met die vuurpijl. Ik ben heel benieuwd. Nee, hij heeft een verrassing voor ons natuurlijk. Voor ook het publiek. Maar jullie laten eerst een sneak peek zien, geloof ik, hè, van deze games. Volg de groep. Ja, ik volg de groep. Daar hebben we nog een iemand. Oh. Ja, dus de groep. Okay. Grieven, opening soon. Staat ook helemaal spacend op hier. We gaan eens kijken. Oh, leuk. Ik zie jullie dubbel. Hoe kan dit? Wat? Oh. Ik zie dubbel. Oh, dat zijn als dubbelhangers. Als het iets te druk wordt, dan nemen zij het over. Oh, leuk. Ja. Oké, is goed. En hier is het is donker. Het is avond. Voor natuurlijk het verrassingje. We gaan verder. Ja, DC. Leuk. Maar hier is een glas. Kunnen we hier door... Oh. Geen magie. We grieven het gewoon doorheen, ja. Barnen. Hier hebben we wat shopjes, interessante... Oh leuk, het is echt wel een beetje Disney stijl dit. Het is Disney stijl, kijk hier is jouw shop. Het is een Gio's hoofddoeken shop. wat vind ik hier allemaal? Oh, hier staan de mensen echt in de rij hier. Ik denk dat je fietsbanden kan kopen, maar ik weet het niet zeker. Een waterpijpje en een hoofddoek tussenseizoen. Een hoofddoek. Oké, ik heb alweer genoeg gezien. En volgens mij ben ik in het glijden, hè? Op de... Hier ligt ijs of zo, hè? Hier kun je al sneller. Ik kan geen Engels. Wat staat hier voor de kijkers? Druk op de... Oh ja, oké. Nee, dat druk staat er op de niet. Knop. Drugs op de knop. Ja? Neuf het op. Oké, daar komt ie. Wee. Wow. Zo, dat is mooi. De blauwe. Spectaculair. Wauw. Oh, dat is echt heel gaaf dit, joh. Dit is heel gaaf gedaan. Echt super tof. Mooi vuurwerk, zeg dat blauw. Nou, dit is echt een hele gave opening. Tof, maar het is nog niet de officiële opening natuurlijk, want jullie hebben weer iets heel veel leukers nog. Nog veel leukers voor de opening natuurlijk. En dat is natuurlijk dan zaterdag. Dus deze week, zaterdag, om... Hoe laat? 6 uur. 6 uur, dus je moet even snel gaan eten. 6 uur in de ochtend. Ja. 6 uur s'avonds moet je eventjes je computer aan en ga naar het IP. Onderin staat het IP-adres, dus je kan altijd joinen. En dit is, het hoofdserver is eigenlijk gewoon Disneycraft natuurlijk. Maar dit wordt ook een hele grote server. En daarin kan je dus minigames gaan spelen. Wat bij ons dus ontbreekt, wordt dus speciaal voor jullie aangepast en gemaakt. En jullie hebben echt een hele grote map. Oh, dit is leuk, een stadje joh.
Oh, leuk. Gezellig, joh. En hoe weten we nou wanneer we een minigame kunnen spelen? Staat het aangeven? Komt er nog op bordjes te staan? Ja, met... overal staan er bordjes. Ja, en okay, ik heb ze nog niet gezien. Ja, hier zijn, en dit is nog een aanbod. Dit gebied nog niet. Maar er komt dus voor jullie duidelijk te staan op bordjes waar je naartoe kan. En welke minigames hebben jullie al, waar jullie gewoon twee mogen verklappen? Welke minigames hebben jullie al op de server? Kunnen mensen al spelen als ze de server joinen? Medium mogen verklappen? Geen die werk dan. Geen die werken. Paintball nou, positief jongens, positief. Oké. Dus. Paintball en Pictionary. Paintball en Pictionary. Nou, dat is wel zeker de moeite waard om het gewoon even een keer te proberen. Oh, en, we hebben zeker nog één dan. Ja, we krijgen er sowieso nog veel meer in de toekomst, begreep ik. Ja. En, we zijn al bezig ook aan het denken aan nog drie andere voor in een ander gebied die ongeveer over 3 weken dan zal opengaan. Oh, gaaf. Want jullie gaan gebied voor gebied openen om steeds vernieuwing te brengen aan de server, toch? Ja, dan is het ook wel leuk voor de mensen. Kunnen ze zien wat er vernieuwd is, wat erbij komt en zo. Oh, ja. Super. En Gio, wat vind jij er nou van? Want je zit zo een beetje niks te zeggen, maar... Oh. Ik zit heel erg rond te kijken, maar ik vind het echt prachtig gebouwd ook, het server. Het ziet er shot eruit. Ik vind het er echt heel mooi uitzien. Heel andere sfeer ook dan bij ons. Dus ja, zeker de moeite waard om een keer even langs te komen. En vooral die minigames, want ik ga natuurlijk zelf ook een paar keer joinen om gewoon lekker die paintball games met jullie te spelen. Want ja, Disneycraft is natuurlijk niet echt geschikt. De home server is niet geschikt voor allemaal minigames. We hebben het wel gehad in het verleden, zoals paintball en... Wat hebben we nog meer voor minigame gehad? Spleef. Spleef, ja klopt. En dat gaat allemaal wel komen hier. Dus dat en is gaaf. Frozen, dat kan ik wel verklappen. Sowieso Spleef. Gaaf. Dat is een spoiler voor in de toekomst om als je Spleef hebt. Dat heb je niet gehoord. Als je deze video hebt gezien, dan weet je. Maar dit is dus de officiële openingsvideo. Dus ik hoop dat jullie een informatieve video vinden. Hebben jullie vragen? Dan plaats je die gewoon in de comments. En Dennis gaat ze zeker lezen. En ik ook natuurlijk. Je ziet dus dat er allemaal thema's zijn. Allemaal in de stijl van Disney. Het leuke om te weten is dat vroeger... Het had helemaal niks met Disney te maken. Het moest gewoon een minigame server worden. En toen stelde ik voor aan Dennis van... Waarom maak je het niet DC Disneycraft Games? Weet je, daar heb je echt iets. Jullie weten die stijl je moet bouwen. En er is zoveel nog meer uit te halen uit Disney sprookjes. Dat je eigenlijk zo gevarieerd nog kan bouwen. En dat is fantastisch voor je minigames. Dus en vandaar dat het DC Games is geworden. En vandaar ook dat dit heel gezellig wordt. Toch? Ja, Dennis zit met varkentjes hier. Rare Dennis. Ja, rare. Ik hou van varkens. Nou, bedankt iedereen hier, ook heel de crew. En ik hoop dat ik jullie ook binnenkort zie, want ik ben er ook zeker bij op de opening. Dus kom zeker langs op zaterdag. Oh ja, in Korn. Iedereen, voor het laatste. Het hele team. Het hele team, ja? Oké. Okay. Nou, dan komen we toch. Oké. Okay. Gio erbij. 3, 2, 1... Zaterdag 5 november om 6 uur. Ach, prachtig vuurwerk. En dan even een kleine teaser. Zo, en tot de volgende keer. Doei doei!